Het inflatiecijfer voor het afgelopen jaar is officieel nog niet uit, maar deze zal rond de 60% liggen. Een voorzichtige conclusie die de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, gisteren trok tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Naar zeggen van Steven Dibi-Persat, voorzitter van de VES, kan het inflatiecijfer liggen tussen 55% en 60%. Dit geeft ook verder aan dat Suriname de 3 achtereenvolgende jaren hoge inflatiecijfers heeft gekend. Deze was ook te merken in verhogingen van verschillende producten en diensten die worden afgenomen door de samenleving. Met andere woorden, inflatiecijfers jaareinde. Inflatiecijfers van boven of rond de 60%. Dit resulteert in een aanzienlijke koopkrachtvermindering van de samenleving. Die verder erodeert, maar vergeet ook niet dat tegelijkertijd je spaartegoeden en je pensioenen ook behoorlijk worden aangetast. En je daarmee dus zorgen voor je eigen toekomst, voor dat van je huishouden, van je kinderen hebt. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor ondernemers. Door toenemende armoede en groeiende uitzichtloosheid ontstond er op meerdere momenten in het afgelopen jaar vanuit de samenleving een weerstand tegen het beleid. Die geen oog lijkt te hebben voor de negatieve uitkomsten en mogelijkerwijs deze zelf ook nog verergert. Verscheidene groepen zochten de straat op om hun misnoegen kenbaar te maken. Het dieptepunt is dat mensen met een beperking meerdere keren hebben moeten vragen voor aandacht, meerdere keren hebben moeten protesteren, op straat hebben moeten komen voor lotsverbetering. Dit is wel beloofd, maar om een voor mij onbekende reden weet ik niet zeker of deze aankomt of juist niet goed aankomt. De jaarrede is door de gastspreker Hans Limapo uitgesproken. Het thema was onderwijs voor duurzame ontwikkeling, struggling or easygoing. De VES heeft aan de hand van het thema van International World Education Day haar thema en gastspreker uitgekozen. Limapo ging nader op in hoe onderwijs in de samenleving dienstbaar kan worden gemaakt door duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is daarom de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te kunnen voorzien in gevaar te brengen. Het gaat om het vinden van een juist evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving. Ik heb eergisteravond geprobeerd om op een schaal van 10 ons voor alle drie sectoren een cijfer te geven. Ik kwam op 10, maar voor alle drie samen. Het gaat om het vinden van een juist evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving. De VES zal met een vergrootglas kijken hoe de verbeteringen dit jaar ten opzichte van het komend jaar eruit zien. De vereniging zal zich daarom beroepen op het herstelplan van de regering en dat van het IMF.